Een mes en vork gewoon vast aan de ballon. Hey kijkers en vrienden van PC, en welkom bij deze gloednieuwe PC-tekend. Eindelijk weer na een week. Ik had gezegd elke zaterdag op dit kanaal. Maar ik heb toch besloten om het elke zondag te doen. Om de week gewoon met PC-tekend af te sluiten. En ik dacht dat op zondag ja toch een iets betere dag is. Omdat je op zaterdag meestal misschien op visite gaat of zo. Veel mensen waren het daarmee ook mee eens. En ik zie dat we op de vorige PC-tekend 7800 likes hebben gehaald. Gewoon bijna 8000 likes. Super erg bedankt. Laat alvast een blauw duim omhoog achter voor meer PC-tekend dan op elke zondag om 7:30 op jouw beeldscherm. Ik klap in mijn hand en jullie zien weer mijn papiertje waar ik door middel van jullie tweet een tekening op ga maken. En beginnen gewoon meteen. We gaan zoeken naar de YouTuber voor wie wij een tekening gaan maken. Het valt me op dat iedereen met woorden en voorwerpen en zo aan het spammen is, maar de YouTuber spammen blijft een beetje meevallen. Sarah zegt die Azit, a.k.a. Nathan. A.k.a. ja, oké. Okay. En ik vond het wel leuk. Vandaag maak ik gewoon een tekening voor Nathan. Wil je nou ook meedoen met voorwerpen zo insturen? Volg me dan op Twitter Dylan Pace. En als ik een tweet stuur van laat dingen voor PC-tekend achter, zeg maar, dan kan je ook lekker meedoen. Ik vind het altijd moeilijk om echt een goed hoofd te krijgen die je ook weer kunt gebruiken. Maar ik denk dat dit wel goed is. Hier heeft hij meer een kaak en hier is het meer rond. Maar laten we gewoon vanuit gaan dat dit wel goed is. Nou, we gaan als eerste alvast zijn haar proberen. En dat gaat dan ook nog een beetje zo. Ik probeer gewoon wat. We zien uiteindelijk hoe het eruit komt te zien en verbeter ik het nog. Oké, dit lijkt echt op. Ik weet eigenlijk niet eens wat. Het lijkt gewoon op iets dat nog niet bestaat of zo. Dit is gewoon niks. Oké, stop. We beginnen wel eerst met de ogen of zo. We beginnen dan maar gewoon met de lippen. En dat is denk ik wel zoiets goed. En dan maken we hier natuurlijk nog de lijn zo in het midden. Dan is het nu tijd voor de ogen. En ik denk dat dit dan al wel goed is. Die dan ook gewoon aan de andere kant zetten. Hoppateetje. En dan spiegelen wij die. Ik vind het er nu nog een beetje heel raar uitzien. Dus ik hoop dat dit nog goed komt. Vullen wij vast eventjes de lippen in. Oké, die kleur mag wel iets lichter, denk ik hoor. Dat is een beetje een gekke kleur. Oké, die lijkt wel iets meer op lippen. Kleuren wij eerst zijn huid in, zodat we die ogen beter kunnen invullen zometeen. Dat vind ik altijd wat fijner. Altijd gedoe met de kleuren van lippen, huidskleuren en alles. Maar ik denk dat dit wat beter is op deze manier. Gaan we door met de neus die ik altijd super moeilijk vind om te maken. Zoiets achtig. Zo, nee, dit is echt niet zijn neus. Maar ik zou ook niet weten hoe we het anders moeten doen. Misschien als we hier nog een beetje van die hulplijn of zo gebruiken. Ik vind hem zo wel goed. Volgens mij heeft hij blauwe ogen, dus dan maken we die ook hier zo. Blop. Mag wel iets meer in het midden. Ook natuurlijk aan de andere kant een blauw oog. Nou, niet letterlijk een blauw oog, maar dat zijn oog blauw is, weet je wel. Gewoon oogkleurblauw. Vullen we het in met zwart. En natuurlijk ook aan de andere kant. En een mooi wit lijntje er zo bij. Voor het licht. Die neus moet toch echt groter voor mijn gevoel. Ik weet niet precies wat er niet klopt. Maar voor mijn gevoel klopte iets niet. Maar ja, ik ben ook nooit een tekenexpert geweest of zo. Dus het mag in mijn geval. Nu is het maar hopen dat het haar genoeg details gaat geven. Want anders, ja, dan heb ik een beetje pech. Ik begin een beetje bang te worden. Want ik weet niet zo goed of dit goed gaat. Oké, ik hoop dat dit nog goed komt. Ik ben een beetje bang dat dit, ja, mijn raarste tekening ooit gaat worden. Maar we mogen niet opgeven. Oh my god. Ik weet al wat hij mist. Het is me gewoon serieus niet opgevallen. Hoe kan dit? Hij heeft nog geen wenkbrauwen. Ik wist wel dat er iets niet klopte. Laten we eerst een beetje aan haar nog proberen te fixen. En daarna gaan we gewoon proberen mooie wenkbrauwen te maken. Oké, ik denk dat dit zo wel goed is. Uit mezelf vind ik dit niet de beste die ik gemaakt heb. Maar we moeten het hiermee gewoon doen. En we gaan verder. Meerte zegt hier spook. En jullie weten wat ik nu ga doen. We maken altijd het lichaampje nu van de YouTuber. En we doen gewoon, ja, dat Nathan gewoon een spook is. We verschuiven hem iets meer naar boven. Dat we het lichaampje van de spook mooi hieronder kunnen maken. We maken gewoon het lichaam gewoon een beetje rond. En dan met een staart eraan. En dan gaat hij gewoon weer naar binnen. En dit is dan een spooklichaam. We moeten hem eventjes inkleuren met wit. We gaan het gewoon even een keertje wat sneller doen. Bam. Zo, en als we dit randje nou ook zwart doen, hoppa, mag het natuurlijk wel wat dunner, hè. Zo is het een stukje dunner. En dan hebben wij hier gewoon, dames en heren, het lichaam van Nathan. Ik maak nog een beetje van die gekke vouwen in of zo.
Hoppa. Merel P zegt hier met hashtag peeskaas. Nog steeds een hele random hashtag. Maar oké, zegt wolken. En dat kunnen we wel mooi gebruiken. Aangezien de achtergrond nog heel erg leeg is. Dus gaan we gewoon wat lekkere wolkjes maken. Nou, niet per se lekkere wolkjes, maar gewoon wolken. Je snapt me wel. Dus maak gewoon wolken, 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 wolken. Wat een rare wolk, maar maakt niet uit. Zo. Maar natuurlijk niet één wolk. We maken gewoon nog een wolk natuurlijk. Dan maken we hier nog een beetje een kleine wolk die een beetje tussenin past. Zo. En die wolken vullen we allemaal met een witte laag. En dan wordt het al een beetje griezelig hier. Carla zegt hier ballonnen. Dankjewel Carla voor jouw ballonnenreactie. Dus we gaan hier wat ballonnen plaatsen. We gaan het met donkere kleuren doen. Onder andere met donker paars. Want ik denk dat deze tekening nogal duister gaat worden. Een beetje griezeligachtig. Dus daar maken we gewoon gebruik van. Ook natuurlijk nog een touwtje zo. En dan vind ik het goed. We moeten alleen natuurlijk wel meerdere ballonnen hebben. Dus dat gaan we gewoon op een snelle manier fixen. Hier nog een ballon. Achter nog een ballon. Hier in de verte mag ook nog een ballon vliegen. Maak alleen een beetje even andere touwtjes. En het laatste touwtje. Zo. Ik graag deze ballonnen in de kleur blauw. En dan is alleen de buitenkant blauw. Zo, nu niet meer. En dan wil ik deze ook blauw hebben. Hey, blauwe en paarse ballonnen. We beginnen een beetje in de Halloween stemming te komen. Ook was dat totaal niet de bedoeling geweest. Maar dit is dus waar mijn fantasie me naartoe brengt. En dat vinden jullie blijkbaar allemaal leuk aan peestekend. We gaan een beetje donkergroene puntige-achtige grassprieten maken. Want dat vind ik wel mooi. En dat is zo gefixt. Om nog even te mooi te maken, maken we een beetje van die grassprieten. Terwijl een beetje meer details of zo erin, weet ik veel. Nou, helemaal prima zo. Sarah zegt hier mes en vork. Nou, tenminste mes en daarna een tweet met vork. We gebruiken het gewoon allebei, hoort wel een beetje bij elkaar. En ja, hoe gaan we dat eigenlijk doen? Ik dacht namelijk om dat gewoon te hangen aan die ballonnen. Dus we moeten hem heel eventjes kort maken. Dan hangen we gewoon een mes en een vork eraan, weet ik veel. Dus we maken een vork. Mag het hier een beetje uitsteken. En het vorkje zelf. Nou, mooie vork, denk ik. En daardoorheen op dezelfde manier maken wij een mes. Die dan wel een beetje zo gaat. En de andere kant gaat wel recht. En dan hebben wij hier zo ook een mes. En zo helemaal grijs, maar dat maakt niet uit. Wat heb je dan? Een mes en vork. Die hangen aan de ballon. En om het helemaal realistisch te maken, moet het wel ja, een soort van knoopje hebben of zo. Dus we maken gewoon dit zo, hop. En dan vind ik het wel goed. Kijk, het zit vast aan de ballon. Hé, hebben we dat ooit gezien? Een mes en vork gewoon vast aan de ballon. Trofenieke, denk ik, dat hier staat. Of zoiets, iets in die richting, een beetje hele gekke letters. Zegt die prullenbak. Dus we maken hier gewoon een prullenbak. Dit is toch buiten, we maken gewoon een soort van parkje van. Moeten we weer de kleur donkergrijs hebben? Jeetje, deze hele tekening wordt een beetje een donkere kleur. Moeten wij het gewoon eventjes hier gaan plaatsen? Zo plopperde, plopperde. Wacht. Zeg ik nog plopperde, plopperde, plop? Ik weet echt niet waar hoe ik daarbij kom. Tijdens space tekend krijg ik de raarste dingen in mijn hoofd. Ik ben net aan het tekenen en ik hoor gewoon dingen in mijn hoofd of zo. En dan zeg ik het gewoon net als plopperde, plopperde, plop. Hoe kom ik daar nou weer bij? Echt, ik heb dat ook nooit gekeken de laatste tijd of zo. Ja, dat komt zomaar uit niet. Maar oké, hier maak ik een prullenbak. Misschien is hij iets te groot. Ik maak hem iets kleiner. Maar die prullenbak heeft natuurlijk ook een deksel nodig. Maken we de rand ietsjes donkerder. Zodat je een beetje verschil ziet tussen, weet eigenlijk niet, gewoon vind ik mooier. En dan maken we nu de deksel van de prullenbak. Die gaat zo en zo. Een beetje zo'n prullenbak die je zelf moet opentrekken. En dan, ja, dit is goed. Vullen wij dat ook eventjes zo in. Ploppie, ploppie, ploppies. Doe ik het weer? Stop met ploppen de plop, Dylan. Stop, stop, stop. Nou, ik vind de prullenbak zo wel goed. Danielle zegt hier met hashtag peeskaas pizza. Dus we gaan gewoon een pizza maken met natuurlijk kaas erop. Hè, past wel een beetje bij peeskaas. We gaan alleen wel een pizza punt maken. Ik vind dat namelijk toch iets, ja, beter of zo. Meteen de gele bodem kaas in de vorm van een punt. Zo, hoppa. Dan hebben we hier eigenlijk al een pizza. Punt, een pizza punt. Gewoon een pizza margarita. Met tomaatjes moeten er nu opkomen. Eén tomaatje, nog een tomaatje, hier nog een tomaatje. Even nog een beetje details in of zoiets. We kijken wel gewoon of we hier wat mee kunnen. Ja, dit zijn wel echt tomaatjes hoor. Dit zijn tomaten, oké. Wel een beetje weinig plakjes tomaten erop, maar maakt niet uit. Sommige puntjes hebben nog wel eenmaal minder. Moeten we natuurlijk ook wel fixen dat dit niet zomaar vliegt. Dus dan maken we hier ook gewoon even zo'n touwtje voor. Zo, maken we zo hier het touwtje af. Zo, la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 l
maken. Ik hoop dat we het weer nog wel goed kunnen gaan zien. Ik bedoel, mes en vork. Dit past natuurlijk veel beter bij het sfeertje, denk ik. Doen we dit daar onder anders wel gewoon nog ietsjes lichter. En voor het extraatje voeg ik er zelf nog even iets aan toe. En dat is gewoon een beetje bliksem.
En hier mag ook wel een beetje bliksem. Zo, dames en heren, ik ga het hierbij laten voor de tekening van Acid. Dat komt omdat het hoofd niet goed gelukt was. En ik was er zo lang mee bezig dat deze opname al super lang duurt. En ik moet hem vandaag nog online doen. Ik moest er iets eerder aan beginnen. Dat is wel eens een beetje een foutje van mij. Ik ga nu mijn handen klappen en ik jullie een screenshot maken van wat ik heb gemaakt. Voor de mensen die het graag willen hebben. Volgende keer ga ik natuurlijk wat eerder aan de tekening beginnen. Zodat ik ook meer erin kan doen. Maar nu was het eventjes niet anders. Ik hoop dat je het uiteindelijk toch nog mooi vond. Blauw duim omhoog als je wilt dat volgende week zondag weer om 19:30 een aflevering online komt. Ik wil jullie bedanken voor die mega goede support op Pacetekend. Loop van de week gaan nog andere toffe video's online komen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Peace.